Maar het moet uit de organisatie komen, ook uit de overheid. Ja, nee, maar kijk, nu gaat het CDA dus de problemen die ze zelf veroorzaakt heeft in de zorg oplossen. Ik vind het een charmant slag. Femke voorop natuurlijk, de schooljuffrouw van ons allemaal. En vooral Bayrak die zo charmant kan flirten met mensen in de Tweede Kamer. Vrouwen zijn natuurlijk toch, die mannen dat weet ik ook een beetje wel. Zo'n juffrouw Agema die hier dan heel fanatiek tekeer gaat. Die heeft een leuk pittig lijf. En ja, dat is leuk. Voor een gezond zorgstelsel is een hoge eigen bijdrage noodzakelijk. Bent u daarmee eens of oneens? Nee, ik vind niet dat die hogere eigen bijdrage noodzakelijk is. Hogere eigen bijdrage, wat ons betreft 230 euro. Wat de SP betreft, inkomensafhankelijk. Wij denken binnen D66 tot minimaal 200, dus voor de lagere inkomens, tot maximaal 400 voor de hogere inkomens. Wij zitten een beetje in de middenmoot van wat je van de partijen ziet. Wij vragen 300 euro eigen bijdrage. GroenLinks garandeert het verzekerde pakket, zowel in de zorgverzekeringswet als in de AWBZ, blijft hetzelfde. Volkomen oneens. Als je ziet dat het eigen risico dat men voornemens is om dat te verhogen, dat is een hele slechte zaak. Uiteindelijk moet het gaan naar de mensen die het wel echt nodig hebben. En daarom bezuinigen wij bijvoorbeeld ook niet zoveel op het pakket als de VVD wel doet. 2,5 miljard. Want ik was nog wel benieuwd naar waar dan. Want die rollator kan niet het enige zijn dan als ik dat als voorbeeld noemde om dat geld binnen te halen. Wat mevrouw Schipper, ik heb het zo erin. Maar het moet uit de organisatie komen, die ook uit de overheid. Ja, nee, maar kijk, nu gaat het CDA dus de problemen die ze zelf veroorzaakt heeft in de zorg oplossen. Over het algemeen zijn de debatten fel. We zitten iets meer dan een week voor de verkiezingen. Dus dan is het ook logisch dat het er fel aan toe gaat. Ik heb met deze dames al andere debatten gedaan. Volgens mij komt het echt aan op zelfbeheersing. Nou, om eerlijk te zijn, buiten de SP, de PVV en GroenLinks zijn alle partijen voornemens om heel fors te bezuinigen op de zorg.